We fight for each other, we run for each other and then it's easier to play, of course. Tjewel, na twee nederlagen weer een overwinning, dat moet lekker zijn. Ja, zeker. En de 0 weer en ja, 3 punten. Dus dat is uitstekend, heerlijk. Very nice, of course. We always want to win and we knew it was a tough game today, but on the game we had to win. So it's a good feeling for everyone now because we got the 3 points we needed. But it wasn't easy today. No, it's what we expected. They're a good team. They fight. They have a lot of good players, but we fight for each other. We run for each other, and then it's easier to play, of course. No game is easy, so I'm very proud of the team and teammates. Uiteindelijk gaat het om de 3 punten. We hebben keihard gevochten. En ja, ik moest zeggen, Telstar was een goede ploeg, zette goed druk. Maar uiteindelijk gaat het om de punten en dat hebben we goed gedaan. En de 0. Dat is ook leuk voor de keeper. En ook in de eerste helft hadden ze ook een keer goed druk op jou, om maar even zo te zeggen, toen met een uitgeleidertje. Hoe was dat voor jou op dat moment? Ja, ik kreeg de bal mee en ik weet niet, de bal bleef onder mij en die spits zat al echt kort op mij. Dus ik dacht, ik moet hem met mijn hand wegdraaien. Toen schoot ik hem weg, maar ja, natuurlijk dat het een overtreding is, logisch. Maar een klein slordig momentje, maar we hebben het prima uitgepakt. This is my first start after my injury, so I felt good today, of course, but I need to build it up to be stronger and to not get injury again. So we need to find a balance where how much I can play, if I can play 90 or like today. Als keeper zijn wil je graag veel te doen krijgen eigenlijk, want dan hou je echt zelf in de wedstrijd. Maar ik moet zeggen complimenten naar het team, naar iedereen en de supporters natuurlijk. Die stonden zeker weer achter ons. Yeah, we take game by game, so we're gonna train hard and stay focused. Ja, zeker. Met volle moed en volle overtuiging gewoon een jong Ajax.